Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Oh. En het is ondertussen 11 uur. En de jongens die hebben net weer een flesje op. En ik ga straks even omkleden, want ik zit nog in mijn badjas. En de jongens even omkleden. En dan gaan we straks naar Hoofddorp. Ik moet even wat cadeautjes halen en zo voor Sinterkerst en nieuw. En verjaardagen en kerst. En nou ja, dat ga ik vandaag eventjes doen. Samen met mijn moeder en de jongens natuurlijk. Ja, jij kan dan zo goed zelf je fles vasthouden, hè, Steen? Zit er nog wat in? Ja? Probeer maar. Hé, hey, Noël. Zeen die houdt dus zijn eigen fles wel vast. Oh, een knot. Zeen houdt zijn eigen fles wel vast. Noël niet. Die gooit gewoon zijn handen achterover. Maakt ook niet uit. Ik bedoel, maakt mij niet uit of ze hem nou zelf vasthouden of dat ik hem vasthouden of... in het kussen, dat maakt niet uit. Ik ben ondertussen een tosti aan het maken. Want ik moet nog even eten. Ik werd vanochtend echt zo misselijk wakker. Maar ik denk, ja, ik ga toch maar even wat eten. Dus ik ben even een tosti aan het maken. Alleen, ik weet niet of nou de kaas al een beetje smelt. Ja. Gaat goed. En dan moet ik die jongens even aankleden. Natuurlijk weer tas inpakken. Dat zeg ik elke dag. En dan over een half uurtje is mijn moeder hier. Dus dan kunnen we gaan. Wij zijn in Hoofddorp. Ik ga even cadeautjes halen voor Sinterklaas en kerst en zo. Het is volgens mij wel druk, maar we hebben de tijd. Ze spelen lekker met een rol inpakpapier. Terwijl we in de schoenenwinkel zijn. Lekker in de lift. Met allebei met één sok nog maar aan. Zo, wij zijn weer terug van Hoofddorp. Noëlie, wat heb jij een mooie muts. Ik heb nieuwe mutsen voor de jongens. Ik had al beanies, maar die zijn eigenlijk nog heel erg groot. En deze zijn newborn. En die zijn hartstikke goed. Schattig. En ik dacht eerst nog aan van... om die pomponnetjes er nog af te halen. Maar ik vind ze eigenlijk wel heel schattig. Ja. Ja, ik haal hem er nu af. Zo. Zo. Ik zal straks nog wel even laten zien wat ik nog meer heb gekocht. Het is inmiddels al heel even later. Ik heb inmiddels even mijn chill outfit aangedaan. Ik moet nog editen ook. Maar ik dacht, het is toch nog wel leuk om in deze vlog toe te voegen wat ik allemaal heb gekocht. Dus ik ga dat er even bij pakken. Misschien dat ik mijn camera even net wat anders zet. Twee tassen vol. En eigenlijk nog meer. Maar dat zijn allemaal kerstcadeaus. Diegenen kijken mijn video's. Dus dat kan ik niet laten zien. We beginnen met het kruidvat speelgoed. Ik denk dat ik dit gewoon ga geven voor kerst voor de jongens. Want het kan pas vanaf 12 en 24 maanden. Dit is zo'n regenboog, die wilde ik graag. Van hout. Kunnen ze mee spelen. En dit is... dat zijn houten zeediertjes. Met een soort matje eronder. Maar hierbij had ik een... had ik een keer een video gezien, dan heb je dus zo'n bak, gewoon een plastic bak. En daar doe je dan van het gelatine zonder suiker en zo in. En dan doen mensen dus van die zeediertjes erin. En dan kunnen de kindjes dan met hun handen helemaal in die gelatine om die zeediertjes te vinden. En dan maken veel mensen het ook nog eens blauw, weet je, dat het lijkt op de oceaan. Nou ja, het is een... ideetje, maar dit is sowieso leuk om mee te spelen. Dan was ik op de valreep nog even bij de zeeman, want alles gaat natuurlijk om 5 uur dicht, dus we hadden op het laatst een beetje haast. Maar ik had deze broekjes,
ze al in een andere zeeman gezien, maar daar hadden ze hun maat niet. Maar ja, ik weet niet of je het heel goed ziet nu op camera, maar het heeft van die soort ruitjes. Ja, ik vind het heel erg leuk. Twee keer natuurlijk. Het is gewoon van het stretch. Het staat er ook op. Stretch materiaal. Dus heel erg leuk. Dan ben ik bij de Primark geweest. Daar heb ik best wel wat gehaald. Als eerst dit. Een pak papier voor de kerst. Hier zit zoveel op. Ik dacht, nou, dat is helemaal top. 3 meter is het. Moet toch wel goed zijn, denk ik. Ik weet niet. Het is in ieder geval veel. Dan een sjaal. Met beige, crème en grijs. Dan past het en bij mijn grijze jas. En bij mijn zwarte jas. En bij mijn beige jas. En bij mijn andere grijze jas. Een kerstpak. Een kerstpyjama, ja. Ik hou ervan. Ik vind het heel erg leuk. Het is gewoon een broek en een shirt. Zoals je kunt zien. Voor kerst. En het is heel lekker zacht. Ze hadden er dus ook bij de Primark van die gezins kerstpakken. En dan hadden de baby's, laat maar zeggen, een onesie. En de vader en de moeder zo'n soort pak. Alleen, die was dus niet zo leuk. Die was niet zo mooi. Dus we willen dat wel graag. Ja, ook Jamie wil dat graag. Dat we met z'n vieren matchen. Maar ik heb het nog niet gevonden. Dan laarzen. Ja, het is je ding of het is je ding niet. Het zijn van die leerachtige laarzen met van dat, hoe noem je dit? Nou ja, van het lekker zachte spul erin. Ik vind het heel erg leuk gewoon met een zwarte broek en een zwarte jas. Oh, ik vind het zo grappig, want Jamie die heeft dus deze dingen nog niet gezien. En die gaat dit zo vreselijk vinden. Die haat laarsjes en nog helemaal met van die poespas en zo eraan. Maar weet je, ik moet gewoon doen wat ik zelf wil. Zo zien ze eruit. Met haar ritje. Nou, ik vind het enig. Toen dacht ik, nou ja, als ik nog niet genoeg nepleer heb, laat ik er ook nog maar even een broek bij doen. Deze. Ja. Ik vind het dus heel erg leuk met de goede outfit. Het kan of heel ordinair zijn, of heel leuk. Dus dit moet echt gewoon met de goede outfit aan. Dus die. En dan als laatste deze hele schattige beanies voor de jongens. Die had ik net al even in een shot laten zien dat Noël hem op had. Maar ik heb dus die andere beanies van de H&M. Alleen die zijn maat 62, 68. Maar we hadden gecheckt in de winkel. Nou, die zijn gewoon zo'n stukje kleiner dan gewoon voor een volwassen man. Dus dit is gewoon een newborn volgens mij. Oh nee, dit is 6 tot 12 maanden. Dus niet een newborn, maar ze zijn natuurlijk al 8 maanden. Dus, maar dit zit echt perfect. Het ziet er heel klein uit, maar ik vind ze dus heel erg leuk. Toen ik in de winkel was, dacht ik van, ik wil die pompom, deze dingetjes eraf knippen. Want ik vond het een beetje meisjesachtig. Ze hingen ook bij de meisjes dingen. Maar ze, ja, toen ze ze op hadden, waren ze zo schattig. Kijk nou, dit is toch heel leuk. Dus, ik ga ze er niet afhalen. Ik ga ze lekker ophalen. En de rest allemaal. Oh, wacht, nee. Ik heb nog een broek en een trui. Wij gingen naar de Sting. En serieus, als je van de Sting houdt, of daar wel eens kleding koopt, ga er nu heen. Want alles is voor de helft van de prijs. De hele winkel. Volgens mij zei die man dat het nog wel even zo blijft. Want ze hebben veel te veel voorraad of zo. En ze moeten daarvan af. Weet ik wat. Maar daar ging ik dus ook kijken. Maar uiteindelijk als ik dan heel goed aan het kijken ben, denk ik, ik vond dan niet zo heel veel leuk. Maar wel een aantal dingen. Het was ook echt, ik ging boven naar de mannen om te kijken voor Jamie. Nou, het leek wel een rommelmarkt. Het was
een drama. Die mensen die daar werkten waren helemaal overspannen aan het vouwen. Nou, het was echt een drama, maar oké. Ik heb dus deze trui. Superleuk, met een zwarte broek en zwarte schoenen. Nou, niet zo heel veel bijzonders aan verder. Dit is een maat S. Hij was 40 euro, nu dus 20. En dan nu wel als laatst een flared broek. Gewoon een spijker, alleen dan donkergrijs. Deze was 50, maar nu dan 25. En ja, ik kan hem nu niet zo heel erg goed laten zien, maar het is eigenlijk heel basic. Alleen dan met een wijde pijp eraan. Ook weer niet heel erg, want dan voel ik me echt een hippie, maar ik vind dit wel heel erg leuk. Ik heb nog niet zoiets, maar dit is echt heel erg kort voor mijn korte beentjes. Dus dat is top. Dus, nou ja, ik zou zeggen, als je nog niet bent afgehaakt, thanks. Maar de rest kan ik dus niet laten zien. Dat zal ik dan wel met kerst laten zien. Ik moet nog even gaan editen, want ja, elke dag een vlog online. En dan ga ik nog even douchen. Ik zou zeggen, kijk morgen vooral weer gezellig naar de vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!